We eten een hele lekkere Thaise rode curry met pangasiusfilet. En ik kook voor 4 personen. Ik heb de boodschappen al gedaan. Die heb ik hier staan. Wat heb je vandaag nodig? Ik heb hier pandanrijst, broccoli, een maaltijdpakket Thaise rode curry en pangasiusfilet. Al deze ingrediënten voor het recept van vandaag staan op de site en op de app. Maar ook die voor volgende week alvast. Dus kijk, dan zie je wat ik volgende week allemaal ga doen. Misschien heb je geen televisie in de keuken. Zet dan je tablet of je telefoon neer en dan kunnen we helemaal samen doorkoken. Nou, dit ziet er allemaal heel erg lekker uit. Ik heb vandaag heel erg veel zin om dit te maken, want ik ben dol op dit soort ingrediënten. Dus ik begin even met dit prachtige pakket, want het is natuurlijk een hele volle vandaag. En deze, die ga ik eens even uitpakken. Kijken wat er allemaal in zit. Weet ik natuurlijk stiekem al, maar toch, het is altijd een leuke verrassing. Ik zal ze even allemaal neerleggen. Ik heb hier 2 paprika's. Een rode en een gele. Ik heb hier een mooie kleine courgette. Deze vind ik ook zo leuk. Dat is een serré-stengel. Citroengras is dat. Ik heb hier de rode currypasta. Kokosmelk. 2 zoete aardappels. Een heleboel shallotjes. Een knoepert van een rode peper. We gaan lekker voor spicy vandaag. En dan ook nog wat extra knoflook. Want daar is een mens nooit verkeerd of slecht van geworden. Ik heb hier alvast de rijst opgezet. Tenminste het water voor de rijst. Die kan dan lekker alvast aan de kook gebracht worden. Want zometeen als dat kookt gaat de pandanrijst erin. En dan is die klaar. Hoef je daar verder niet meer over na te denken. Maar eerst ga ik alles voorbereiden om de curry te gaan maken. En het is wel wat snijwerk vandaag. Dus ik begin denk ik maar met de shallotjes en de uitjes. Wat ik ook alvast doe, is een paar kommetjes neerzetten. Zodat ik straks alles netjes weg kan werken en ook wat ruimte hou op mijn snijplank. Ik heb ze daar staan. Pak jij ze thuis ook? Kijk, nou hier begin ik eens eventjes met de shallotjes en de knoflook. Ja, en ik ben zelf dus echt heel erg dol op de Thaise keuken. Want ik ben zelf ook wel een keer in Thailand geweest. 1 keer, zonder gezin, alleen met mijn lief. Dat is stiekem best wel een keertje lekker om eens eventjes met je tweetjes op vakantie te gaan. En ik heb daar zo waanzinnig lekker gegeten. Ik ben sowieso dol op Aziatisch eten. Maar wat zo leuk is van de Thaise keuken, is dat het eigenlijk heel simpel is en vrij snel. Je kan namelijk met heel veel verse groenten eigenlijk binnen een half uur een goede maaltijd op tafel zetten. En dat geldt niet voor de Indonesische keuken bijvoorbeeld. Daar heb je gewoon echt langer voor nodig. Dat zijn gerechten met heel veel specerijen en die moeten lekker lang stoven. Super lekker natuurlijk, maar goed, dat kost gewoon wat extra tijd. Dus Thaise keuken, jullie hebben mijn hart. Ik ben er echt dol op. Snijd de knoflook ondertussen even met me mee. Gewoon lekker fijn. Die gaat straks die heerlijke curry nog verder op smaak brengen. Hier een klein stukje knoflook. Wat er niet meer zo mooi uitziet, dat haal ik er even tussenuit. Ik ga dit alvast eventjes in een van de kommetjes. Want dan hoef ik dat zo meteen alleen maar hup in de wok te gooien. En dan hebben we binnen no time die heerlijke smaken. Deze kan weg. Door met de shallotjes. Dat zijn er 3. Dus ook daarin eventjes wat snijwerk. Wat wel echt heel grappig was. Ik was dus nog nooit in Thailand geweest. Dus ik heb natuurlijk allerlei vrienden die dat wel vaker gedaan hadden gevraagd. Van hoe zit dat nou? Hoe moet je dat doen in Thailand? Waar moet je naartoe? Geef me eens even wat tips. Maar een van de dingen die met name mijn vrouwelijke vriendinnen zeiden is. Oh Roberta, zo relaxed. In Thailand val je af. Maar ja, wat gebeurde er? Daar in Thailand heb je echt de leukste stalletjes, de leukste foodmarktjes. Het is echt alleen maar eten, eten, eten en nog eens eten. Dus toen ik thuis kwam en op de weegschaal ging staan, toen was ik dus echt helemaal niks afgevallen. Nog erger, ik was zelfs aangekomen. Terwijl het daar super warm is, super vochtig. Je schijnt vocht te verliezen. Je schijnt weinig te eten door de warmte en door de hitte. Nou, ik niet hoor. Maar goed, gelukkig
is dat uiteindelijk wel weer goed gekomen. Maar god, we hebben echt enorm genoten van het eten daar. Die drie shallotjes, die pel ik even alle drie. En dan snipper ik ze even fijn. Hop. Gewoon door de helft. En dit zijn bananenshallotten, die zijn wat langwerpiger. Ook deze snij je even verticaal in. En een keertje horizontaal. En dan kun je ze zo, hop, in mooie kleine stukjes snipperen. Mocht je nou thuis last hebben nu van tranende ogen. Het schijnt zo te zijn dat als je dit doet naast een lopende kraan. Dus dat je even jezelf verplaatst naar de wasbak. Dan schijnt het zo te zijn dat het wat minder erg is. Dus je kunt het thuis proberen. Inmiddels kookt bij mij het water van de rijst. Dus ik zet hem even wat zachter. Ga ik hem zo meteen echt koken. Maar ik wil natuurlijk niet dat het overloopt. Dus let ook even bij jou thuis op de pan. En de laatste. Deze is inmiddels fijn gesneden. En dan doe ik deze even gewoon bij de knoflook. Kijk. Klein beetje keukenpapier eroverheen. Anders is het hier weer zo meteen één grote bende als ik klaar ben met koken. Ik spoel ondertussen ook even mijn handen af, voordat ik straks aan mijn ogen zit en daar de rest van de avond last van heb. En dan ga ik even de rijst ondertussen koken. Want die kan inmiddels nu wel even opgezet worden. Het water kookt. Klein snufje zout erin. En dan pak ik de pan dan rijst. Ik doe altijd ongeveer 75 gram per persoon. Dus met 300 gram rijst ben je er precies voor 4 personen. En als je hem helemaal wil opmaken, doe dat gerust. En anders bewaar je hem wat je over hebt voor morgen. Dan heb je een beetje extra rijst die je kunt opbakken. Deksel op de pan. En dan moet deze een minuutje of 8 koken. En terwijl die 8 minuutjes kookt, ga ik nog even verder met het snijden van de groenten. Want we hebben nogal wat groenten die we moeten snijden vandaag. Ik heb hier courgette. En dit is een mooie kleine courgette. En hoe kleiner de courgette, hoe smaakvoller die is. En die snij ik in halve maantjes. Gewoon door de helft snijden, over de lengte. En dan met een scherp mes de halve maantjes. Courgette is natuurlijk altijd lekker in ieder gerecht. Het fijne van courgette is dat het best wel een neutrale smaak heeft. En omdat hij ook wat zachter is, neemt hij ook heel goed die smaken op. Die straks in die curry erin gedaan worden. Met kokosmelk en een lekkere rode currypasta. Dus die courgette die is nu heel, ja, bijna een beetje saai. Maar straks wordt hij echt heel lekker smaakvol. Van
Volgens mij moet ik hier even de deksel van de pan afhalen. Of in ieder geval schuin zetten. Want kijk, daar komt hij al. Ons waterballetje. Deze kan ook in een kommetje. Dan gaan we nog meer groenten toevoegen. En dat is nu de zoete aardappel. Daar pak ik wel even een dunschiller voor. Want net zoals bij een gewone aardappel schil je die met een dunschiller. Heel even het mes uit weg, zodat ik me niet ga snijden. Kijk, en deze zie je. Deze is mooi oranje van binnen. En soms zijn ze zelfs een beetje paarsachtig bijna. Soms zijn ze een beetje lichtgeel. Die zijn vaak ook wat zoeter. Ik heb ze ook wit gezien. Maar het ding is, je kan het eigenlijk nooit zien voordat je ze hebt geschild. Dus pas als het dunschillertje erin gaat, weet je wat je hebt en welke soort je hebt. Dan moet je twee ook even schillen. Let je thuis ook even goed op wat er bij jou gebeurt. Ik heb altijd mijn oren ook aan, hè, als ik aan het koken ben. Tuurlijk heb je natuurlijk soms een muziekje op staan of wordt er tegen je aangepraat. Maar gebruik al je zintuigen. Gebruik je mond, gebruik je reukorgaan, gebruik je oren. Dan hoor je al heel gauw wat er gebeurt. Kijk, deze is geschild. Schilletjes kunnen weg. En dan snij ik deze zoete aardappel in blokjes. Probeer een beetje gelijke blokjes aan te houden. Een beetje dobbelsteentjes. Want dan garen ze namelijk ook tegelijk. Nou, ik snij hem eerst in plakjes. Daarna snij ik hem in een soort lange frietjes. En die frietjes, die snij ik weer in dobbelsteentjes. En zo krijg je echt mooie kleine dobbelsteentjes die snel zo meteen garen in de curry. Ik ben hier nog bezig met de zoete aardappel. Hierna ga ik nog de paprika snijden. Maar kijk even mee naar dit filmpje over paprika, want er zijn nog een heleboel leuke dingen over te vertellen. In het hart van de Betuwe heeft Jan van der Harg een kast ter grootte van bijna 9 voetbalvelden waar hij paprika's teelt. En de paprikaplant is productief van aard. Dus die 9 voetbalvelden, die zijn een waar paprikaparadijs. Ja, een plant produceert dan ongeveer pakken bij 12, 13 kilo. Wij produceren zo tegen de 2,5 miljoen kilo paprika's aan. Je kunt in de winkel vaak kiezen uit rode, gele en groene paprika's. Maar wat veel mensen niet weten is dat een groene paprika, als hij wat langer kan rijpen, gewoon een rode paprika wordt. De teler bepaalt het moment van oogsten. Daarmee bepaalt hij dus de kleur en ook de smaak. Elke dag kijk ik naar de grafieken om te kijken of alles gegaan is, zeg maar, zoals ik zou verwachten of zou willen. Indien nodig stel ik temperaturen bij, naar beneden of boven. Als je dat goed doet, dan kan je gewoon voor een heel groot stuk paprika kweken. Jan heeft het vak geleerd van zijn vader, die ook paprika-teler is. Samen zorgen ze iedere dag met liefde voor hun vitaminebommetjes, want dat is een paprika. Zodra het sorteren gebeurd is, is de oogst van de dag klaar om naar de winkel te gaan. En om gegeten te worden. Ik eet het liefste gewoon van die gesneden paprika's in reepjes en dan gewoon de reepjes paprika. Smaakt goed en het is lekker. De meeste smaak van de paprika heb je dan, hè? Zonder toegevoegde andere smaken. Ik denk dat bij jou thuis ook de rijst klaar is, bij mij namelijk wel. Dus deze ga ik afgieten. Dus ik zet ondertussen even het vuur uit. Een mooie zeef erbij. En dan kan deze namelijk zo meteen nog even mooi droogstomen terwijl ik de rest doe. Giet hem af.
even het overtollige vocht eruit. En deze kan weer terug in de pan. En die zetten we dan gewoon verder, zo met deksel erop. Helemaal geen vuur eronder, dan kan die droogstomen. Dan kunnen we hem straks lekker bij de curry eten. Goed, de rijst is klaar. Weer verder met de groenten. Nou heb ik hier dus 2 paprika's. Daar hebben we natuurlijk net allemaal leuke dingen over gehoord. En paprika snijden, dat kan je op allerlei manieren doen. Maar ik wil je laten zien wat mijn manier is. Want ik denk eigenlijk dat dat een hele snelle is. Kijk even mee. Ik pak een scherp keukenmesje. En je ziet, deze paprika die heeft een steel aanzet. En die kan je dus op zijn kop zetten. Het voordeel daarvan is dat hij niet omvalt. En dat hij gewoon recht blijft staan. En je niet bang hoeft te zijn dat de paprika van de snijplank afrolt. En die paprika die heeft 4 groeven. Soms zijn het er 3, soms zijn het er 4. Maar als je met je mesje die groef volgt, dan kom je uiteindelijk bij die steel aanzet en de zaadlijst uit. En wat je dan dus kunt doen, is hem gewoon happetee zo eraf pellen. En dan heb je nauwelijks zaadjes op je snijplank. En je hebt hem binnen no time schoongemaakt. Nou, ik vind het een handige tip. Doe ik het ook nog eventjes bij de rode. Nou is die steel aanzet wat langer, dus die snij ik er even af. Hoppatee, op zijn kop weer. En weer de groeven volgen. En zo snij je de paprika. Oh, kijk, hier is er nog eentje niet helemaal doorgesneden. In partjes. Leg hem op zijn snijkant en dan hap met het scherpe mesje snij je er mooie reepjes van. En zo zie je maar weer, een scherp mesje is echt wel een soort must in een keuken. Ik weet dat het altijd een beetje spannend is. Je kunt natuurlijk je vingers makkelijk ermee snijden. Maar oh, het maakt het leven zoveel gemakkelijker. Let gewoon goed op wat je doet en ja, oefen het een beetje. Op een gegeven moment is het gewoon een soort tweede natuur en dan gaat het goed. En je moet gewoon een EHBO-kistje in de keuken zetten. Kijk, deze in plakjes of in reepjes. De paprika gaat ook in het bakje. Nu de broccoli nog, want die komt er los bij. Dus ik zal hem even pakken. Meteen maar ook even een kommetje erbij. Nummer 5, moet je kijken. Hoppatee. 5 soorten groenten. Ik zei het toch, borden vol met groenten. Kijk, hier snij ik mooi de roosjes van de steel af. Hou ze wel even een beetje in gelijke grootte. Uiteindelijk is zo'n hele grote broccoliroos in je mond niet prettig. Dus je wil het wel gewoon in je mond kunnen stoppen. Plus het gaart natuurlijk ook gewoon langzamer als het heel erg groot is. Er staat eigenlijk alles klaar om zo meteen te gaan wokken. En met wokken is het eigenlijk altijd zo dat je begint met de groente die het langste nodig heeft. Lekker op hoog vuur. En dan gaat daar wat neutrale olie in. En ik pak eigenlijk even wat zonnebloemolie uit de voorraadkast. Want bij Aziatische gerechten wil je echt een hele neutrale olie. En als je arachideolie in huis hebt, is ook goed. Hè? Als het maar een olie is die echt goed op hoge temperatuur verhit kan worden. Vuur staat echt knetterhoog, dus zo hoog als het maar kan. En dan 2 ruime eetlepels olie in de wok. En laat die pan ondertussen maar even goed heet worden. Pak alvast even een spateltje erbij. En dan gaat de knoflook en de ui in de olie. En blijf hem goed op hoog vuur hebben. Hè? Niet zachter zetten, gewoon bam, knallen.
Heerlijk. Weet je wat leuk is? Als je dit nou doet op het moment dat het gezin langzaam een beetje binnendruppelt. Weet je, dan heb je meteen dat iedereen trek heeft in eten. En zich afvragen wat voor lekkers je weer aan het maken bent. Knoflook en ui is echt de truc hoor. Dan gaat dus als eerste de zoete aardappel erbij. En blijf goed roeren. Het is eigenlijk wokken, maar het is ook een soort roerbakken natuurlijk. Kijk, zoveel groenten. Je kan zelfs de buren uitnodigen, mocht je er zin in hebben. Er is echt genoeg eten voor iedereen. En ik ga de paprika toevoegen. Dus doe jij dat thuis ook maar als je denkt dat het nodig is. Jongen, jongen, wat een hoeveelheid groenten. Dit is pas goed voor een mens. Maar goed, terug naar de peper. Om de peper te snijden heb ik een truc. En dat is een truc die heel gemakkelijk is. Want wat gebeurt er nou als je een chilipeper schoonmaakt? Ten eerste is het vaak een heel gedoe omdat het een kleintje is. En ten tweede komen die zaadjes echt overal terecht op je snijplank. Dus wat doe ik nou altijd? Ik rol met mijn handen die peper over mijn handpalmen. En op die manier schud ik eigenlijk de zaadjes die op de zaadlijsten zitten al helemaal los. Pak er eventjes een klein kommetje bij. En dan snij ik het topje aan de bovenkant eraf. En dan zul je zien, als je dan op het randje van het kommetje tikt, dan tik je eigenlijk alle zaadjes er al uit. En dit kun je natuurlijk ook op de rand van de gootsteen doen of op de rand van de prullenbak als die schoon is. En dan is het gros er echt al uit. Roer ondertussen nog wel even in je groenten. Nou, dat gaat lekker. En voor het snijden van de rode peper halveer je hem. Misschien zitten er nog een paar kleine zaadjes in. Maar het grootste gedeelte is er al uit. Zaadlijsten snij ik er ook even uit, want daar zit eigenlijk de meeste hitte in. En dan hap in kleine strengetjes. En dan pak ik even mijn grote mes, want dat snijdt gewoon wat makkelijker. En dan maak ik er mooie kleine blokjes van. Nou, dat is nog eens een makkelijke en snelle tip, toch? Rode peper gaat bij de groenten. En dan moet alleen de laatste groente er nog bij. Dan zijn we qua groenten helemaal klaar. Dan pak ik alvast een klein beetje water, want zo meteen ga ik de currypasta toevoegen. En dan heb je ook een beetje water nodig om wat vocht te creëren, maar ook om een lekkere currysaus te maken. Hier heb ik een mooie kan met water. Doe ik eerst eventjes de currypasta erin. Kan zo in de pan erbij. En het lekkerste is als je die echt even losbakt. Want door de hitte van de pan komen echt al die smaken van al die kruiden en specerijen die erin zitten vrij. Kijk, je hoort hem al sizzelen. Voeg ik ook nog 100 ml water bij toe. Dus een flinke scheut is dat. En dan heb ik hier de kokosmelk. En die kokosmelk die kun je gewoon openknippen met de schaar.
En die giet je dan zo lekker bij de groenten en de currypasta. Kijk, en nu, dit is het ontstaan van onze curry. Kijk, en nu kan die groente lekker doorgaren in die curry. Maar ik wil nog één smaakmaker toevoegen en dat is de laatste die er nog ligt. We hebben even wat werk gehad aan het snijden. Maar dat is de citroengas, de seree. En die seree is natuurlijk vrij stevig en die smaak die zit er helemaal in verstopt. Dus je wilt hem kneuzen, zodat hij makkelijk zijn smaak afgeeft aan de curry. En dat doe je op een hele makkelijke manier. Met de achterkant van je mes sla je er een paar keer op. En dan zal je zien, dan komt die smaak echt goed vrij in je curry. En het makkelijke van dit is, je snijdt het niet fijn. Dus je vist hem er vervolgens heel makkelijk gewoon weer uit. Die duwen we er nog even in. En dan laat je die curry gewoon lekker zijn werk doen. De groenten die garen nog even lekker verder. We hebben natuurlijk dat lekkere maaltijdpakket vandaag gehad. Maar hoe komt dat nou tot stand? Kijk even mee, want we zijn het uit gaan zoeken. Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat er echt superveel groente in zit. Omdat groenten eigenlijk heel lekker zijn. Ton Verhaar weet als geen ander wat lekker is. De voormalig chef-kok van een restaurant met een Michelinster gebruikt zijn kennis nu om koken voor iedereen makkelijker te maken. Ik heb, en dat zeggen wel meer mensen, maar die vergissen zich, ik heb het leukste baantje van de wereld. Ton stelt als chef-kok de maaltijdpakketten samen. En daarmee haalt hij gerechten uit de hele wereld dicht bij huis. Ik ben ook maar naar die landen gegaan. Ik heb ook maar eens gekeken in Thailand van goh, hoe smaakt die curry daar. En dan merk je ook wel, die smaakt overal anders. Met burritos in Mexico is dat ook zo. Dat is in India is dat zo. En wat ik geprobeerd heb is zeg maar een icoon te pakken en daar een vertaalslag naar Nederland toe te maken. De inspiratie voor de sweet chili met kip komt uit China. Behalve lekker moet ieder maaltijdpakket ook gezond zijn. Dit is meer als een kilo groente, dus ruim 250 gram per persoon. Dus dan schiet het al een heel eind op met je dagelijkse behoeften. Ton werkt met liefde aan alle recepten. Maar welk maaltijdpakket is nou je eigen favoriet, Ton? Oh, dat is een gewetensvraag dit, zeg. Jeetje. Ik vind deze wel heel erg lekker. En ik vind... Maar dat is ook weer omdat mijn gezin dat het lekkerst vindt. Die Thaise rode curry. Het is geen hogere kookkunst of zo. Of sterrengedoe. Of... Nee, dit is gewoon lekker gezond eten met z'n vieren. Bij mij zijn de groenten bijna gaar, dus ik zet hem even uit. En haal hem ook even van de pit af, want die pit is natuurlijk ook loeiheet. Je wil natuurlijk niet dat het echt heel veel doorgaart. Dan heb ik hier een koekenpan. Want ik ga de vis wel nog even apart bakken. Stel nou dat ik de vis aan de curry toevoeg, dan kan ik hem morgen niet opnieuw eten. Want dan is het gewoon klaar. Maar ik heb zoveel groenten, ik heb het idee dat hier morgen nog wel wat van overblijft. Dus die vis die doe ik apart. Klein beetje zonnebloemolie in de koekenpan. Eén eetlepel is echt wel genoeg, want die anti-aanbaklaag van deze pan is hartstikke goed. Dus laat maar even gaan zo. Moet ik natuurlijk wel de vis nog even snijden. En ik heb hier een plastic plank, want ik wil natuurlijk niet dat mijn houten planken straks weggegooid kan worden. De vis, die heb ik hier. En die snij ik even open. Dan heb ik hier twee pangasiusfiletjes. En die zijn met een ASC-keurmerk. Dus die zijn gewoon gecertificeerd. Die kun je rustig eten. En het voordeel van pangasiusfilet is dat het goedkoper is dan kabeljauw. Dus deze kun je echt met een gerust hart eten. Die snij ik in kleine blokjes. Maar ook weer niet te klein. Want ik wil ook niet dat ze straks helemaal verdwijnen in de curry. Vis heeft natuurlijk... een soort segmenten. Dat ken je misschien wel van kabeljauw. Dat valt helemaal uit elkaar als je het bakt. Dus je moet het ook altijd kort bakken. Lekker nog een beetje bijna rauw aan de binnenkant houden. En niet helemaal doorbakken, want dan uiteindelijk hou je echt niks meer over. En hij wordt er alleen maar droog en smakeloos van. Deze gaat in de koekenpan. Die is natuurlijk inmiddels heet. Ik hoop bij jou thuis ook. Je hoort het al. Het gezellige geluidje van het koken.
Even mijn handen wassen. En dan voorzichtig met beleid omscheppen, want je wil natuurlijk niet dat die vis helemaal uit elkaar valt. Even rustig laten gaan. Wat je wel kunt doen is hem nog een klein beetje op smaak brengen met zout en peper. En vis gaat echt super snel, hè? Dus doe dit echt gewoon als allerlaatste, niet eerder. Nou, terwijl die vis nog even kort doorbakt, want we zijn er al bijna, ga ik vast het bordje pakken. Want ik ga alvast deze twee dingen, de rijst en de groenten, opscheppen. Een grote lepel voor de rijst. En die is inmiddels natuurlijk mooi stroog gestampt. Kijk, en hij dampt nog steeds. Moet je hem wel misschien een klein beetje losroeren. Maar dat kan je gewoon met een lepel of een vork doen. Dan vind ik het zelf altijd leuk om Aziatische gerechten in een kommetje op te dienen. Maar kies gewoon lekker het bord wat jij thuis wil hebben. Dit is wat rijst. Het visje zet ik uit, want ik wil echt dat die alleen maar eventjes doorgewarmd is. Ja, dat ziet er goed uit. De groenten, heerlijke groenten met die heerlijke currysaus. Schep ik erop. Lekker wat van die zoete aardappel en ik voel al met mijn lepel dat die nu mooi gaar is geworden, maar nog steeds wel beetgaar, dus er zit nog een hoop bite aan. Ja, en die smaken, die zitten natuurlijk toch wel echt heel erg onderin. Dus pak er een lepel bij en schep nog wat van die curry eroverheen. Ja, dat ziet er lekker uit, hè? Ik kan me voorstellen dat je hier zin in hebt.